We zijn al een paar dagen in Colombia. We hebben niet echt veel gedaan. Gewoon relax op het strand gezeten, onze rust gepakt. Ik had last van mijn maag, dus we hebben het een beetje rustig aangedaan deze dagen. En we nemen jullie vandaag weer lekker mee door Colombia. Vandaag gaan we tuben op een langs een riviertje. Gezellig met twee Nederlanders die we tegen zijn gekomen toevallig in Australië. En die zijn nu ook hier. Het is wel heel gezellig en toevallig. En we zijn in Palomino en dit is het plekje hier, man. Daar in de verte heb je berg en mooie natuur. En aan de andere kant, maar dat zie je niet, daar is het strand. Voordat we beginnen aan de trip moeten we nog een aardig stuk hiken. We hebben Joey en Tander gevonden. Dit hadden ze ons niet verteld. Dat het zo veel lopen was. We zijn eindelijk aangekomen op het plekje. Zit je lekker? Gracias, mi amigo. Gaan jullie lekker? Roeien moet je. Oh, daar is het veel. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze trip. Hier achter hebben we in de rivier getuubd. De omgeving is wel echt mooi. En dan hier komt het water met de zee bij elkaar. Echt apart, hè? Even lekker eten met z'n allen. Eet smakelijk. En natuurlijk ook een lekkere toetje. Banaan, kaneel en chocola was het, hè? En ik ben aan het verliezen met pesten. Ik ben aan het winnen. Mag ook gezegd worden. Zo ziet ons leven hier in Palomino eruit. Heel de dag lekker niksen. Ja, we sluiten de dag af met een lekkere lasagne. Vegetarisch. Con carne. Eet smakelijk. We hebben het leuke dorpje Palomino alweer verlaten. We zijn aangekomen in Cartagena, maar Palomino was echt leuk. En we hebben ook weer gewoon mensen, koppel zijn we tegengekomen die we wat? In Australië hadden. Begin van Australië, zeker 9 maanden terug hadden ontmoet. En hier kwamen we ze weer tegen. Dat was echt gezellig. Een leuke tijd met hun god. Ja man, Palomino, we hebben daar eigenlijk niet veel gedaan, echt gechilled, maar we hadden het echt nodig. We waren een beetje moe, man. Dus we hebben ook weinig gefilmd. We hebben echt gewoon even onze rustig momentje gepakt, man. Hola, chicos. Maar we gaan vandaag... Nee, ik moest nog wat zeggen. Oh ja, we zijn weer helemaal opgeladen. Oh ja. We waren echt moe van het reizen, dus we hebben even rust genomen, opgeladen. We zijn nu in Cartagena. We zijn in Getsemani, toch? Getsemani. Wat gaan we hier doen? Vertel het eens. Dat laten we jullie gewoon lekker zien. Oké, we lopen nu hier op een... Ik weet even niet hoe je dit noemt. Fort. Fort. Daar in de verte heb je gewoon nog een fort. En hier beneden is Getsemani. En we gaan natuurlijk eten. We hebben echt een typisch Colombiaans eten gehaald. Met deeg. Met dit soort kraampjes kan je dat allemaal... Oh ja. En we zijn nu bij de Plaza La Trinidad. En hier wordt vanavond een soort van super gezellig. Maar ik vind het nu al gezellig. Al die steekjes, ja. Yeah. We hebben net de Getsemani verlaten. Dat is een leuke, ook een leuke stadje. Ja, een soort van wijkje. En nu zijn we voor de Old City. En heel dit dorpje is dus gewoon omringd met gewoon een grote muur. En Ili wordt nu uitgesproken. Nou, we zouden dus verder gaan lopen, maar caught up in the moment. We zagen mensen lekker dansen en alles, dus we dachten laten we kijken. We gaan zeker morgen... anderhalf uur blijven hangen of zo. Ja, we gaan morgen wel verder in de Old City, maar nu eten we lekker. Een soepie als voorgerecht en zo meteen nog meer eten. En nu gaan we onze hoofdgerecht eten.
Lekker eten, man. En dit noemen ze menu Aladia. En hier betalen we wat, €2,80 voor? €2,80, ja, man. Gewoon een voorgerechtje. Ik ben onbetaalbaar. Oh boy, bye. En een lekkere fruit. Fruit juice. Is die lekker? Trouwens, hier begonnen we dus vandaag en toen was het hier echt heel rustig. En nu zijn er allemaal ook eetkraampjes waar je eten kan halen. En iedereen is gewoon lekker, ja, aan het chillen. Gewoon relaxed. Boga Sally, you. Morning, morning, morning. Morning. Vandaag gaan we iets nieuws doen, man. Zien jullie dat daar? Dat is een soort van een vulkaan. En ja, we gaan daarin zo meteen. Dus we moeten een beetje omhoog. Nee, de kleur. Die lukt, man. Dus hier gaan we dus in. Het is heel goed voor je huid, maar het is best wel druk nu. Hoe voelt het? Hoe voelt het? We hebben hier helemaal schoon. Van mijn wassie gedaan. Ja toch, ons huid is wel echt super. Ik heb opsta, wil je voelen? Voel. Hey, Gwenno. Ja man. We gaan weer de hoort op, hebben we even gerust net. We gaan nu weer de oude city in die we vorige keer zouden laten zien. Maar vandaag zijn we er en gaan we het jullie echt laten zien. We zijn toevallig in een museum beland. Goudmuseum. En is goud allemaal hier gevonden. In, hoe heet het ook weer? Waar zijn we? Colombia. Oh, ja. Zie je, die stenen komen van hier, dus daarom wil ik zo graag zo'n steen. Claro. Zie je, claro. Typische vrouwen van toeristen, ze hebben de oudjes van hier, mooi kleurrijk. Kapot mooi. Muito lindo. Ja. En weer bij hetzelfde tentje als gisteren, maar nu zijn we weer met onze matties. Ja. En gaan we lekker eten, man. We gaan deze mooie Airbnb alweer verlaten. Dit was onze kamertje van de afgelopen dagen hier in Cartagena. Did you enjoy the room? Si, si. Waar gaan we naartoe? Zeggen we niet. We hebben een leuke tijd gehad in Cartagena. Echt een leuke stadje. Echt een leuke stad. En we gaan zitten nu in de bus. 14 uur lange reis naar Medellin. Si, si, si. See you tomorrow. We zijn dus onderweg naar een van de gevaarlijkste wijken.